Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 13 april, tweede paasdag. Veel bewolking boven Nederland en in het zuiden van het land valt hier en daar nog een enkele bui, maar die gaan geleidelijk aan verdwijnen. En dan vanochtend is het overwegend bewolkt met zo'n 6 tot 8 graden, maar in de loop van de ochtend kan wel de zon al hier en daar gaan doorbreken. De wind die waait uit het noorden en is matig tot krachtig en die maakt het erg koud. En de wind die voert ook koude lucht aan en dat betekent dat de maxima vanmiddag tussen de 9 en de 13 graden liggen. Er zijn dan wel dus zonnige perioden. Vanavond zijn er ook opklaringen en als de zon ondergaat is het zo'n 5 tot 8 graden. Vannacht daalt het kwik dan verder naar 2 tot 5 graden. Ook morgen nog steeds in noordenwind, maar wel minder prominent aanwezig als vandaag. Het is overwegend een matige wind. Dat maakt het iets aangenamer. De temperatuur die ligt tussen de 10 en de 13 graden en er is veel bewolking. Maar in de loop van de dag breekt ook de zon door, met name in de zuidelijke helft van het land. Vanaf woensdag zijn de temperaturen weer hoger. Het wordt dan 15 tot 17 graden. En donderdag en vrijdag kan het nog wat warmer worden. Het is droog lente weer met zonnige perioden. Af en toe trekken er wat meer wolkenvelden over, maar het blijft droog.